stop. Hij kan alleen op de grond, ik kan het gewoon staan komen. En wat moet dat worden? Dat weten we nog niet. Een dessert. Een dessert. Dessert, wow. Ziet er lekker uit, hè? Ja, het ziet er lekker uit. Yummy. Of Belgium and Norwegian students. Once upon a time, there were three billy goats who were on their way to the mountain grass to get fat, and each of them was called the Boekenebruse. As they walked along, they had to cross a bridge over a waterfall, and under the bridge, there lived a big, horrid troll with eyes like pewter plates and a nose as long as a rake handle. First, the youngest Boekenebruse came to cross the bridge. And then the second book in the Russe game. Na komen wat heet hem dit zo'n type van boek? Dit is een naam zijn boekenbroze. Dat ik mee hem die liet, zo komen den store boekenbroze. Na komen jij ook naar deze. And all the came along. And he crushed and he charged the troll and stuck out his eyes and battered his marrow and bones and butted him over the ground. Dit mee gehad. Zo snel. Dames en heren, zijn het skiën, slalom, snowboard, everybody knows what happens. This is Mozo, wat Denmark is. No. Ja. No. No. Sluis. So you can, when you are driving down here, mountain, you have in every turn, you can do that. We're going to celebrate Aspen's birthday or something. Mm-hmm.
to the top of the box. Yeah. Maar vanmorgen ook, hè. De les begon om 9 uur. Nee, nee, hè? Nee, ik ga zo. Gaat u talken? Yes, oké. Okay. You're right. Oh. Ik geloof wel. En dat iedereen ter plaatse erin neemt. Wacht, we gaan niet. Top. Oh, zeg, koeken. Het kan een serieuze lunch zijn. Dat is mijn maat niet, Peter. Dat is voor morgen vroeg een rozijnenkoek. Hela. En die twee bakken ciabatta.